Deze winter was ik op vakantie in de Camargue. We verbleven in het dorpje Saint-Marie de la Mer. Dat is een prima uitvalsbasis voor je vogeltochten. Ik was hier speciaal in de winter, want ik wilde wel eens weten welke vogels je hier dan zoal ziet. De Camargue is toch wel een van de belangrijkste vogelgebieden in Europa. En ik was hier al een keer in mei. Nou, dan zien we heel andere vogels. Maar het was nu ook wel heel fantastisch. Niet zozeer dat ik hier wolken met wolken vogels zag. Een enkele keer wel. Maar ik heb hier wel hele mooie soorten gezien. En die laat ik je in dit filmpje zien. Ik zet de naam erbij. Ik zet er ook bij waar je ze zoal kunt zien. Let wel, dit is de winter. Eind december, begin januari. Ja, duidelijk een heel boot meeuw.